Eindelijk Nieuws is bij het stemlokaal in Velzen-Noord en Niels van Huisteden staat bij ons. Jij bent coördinator van het gebeuren hier helemaal. Wat houdt dat precies in, Niels? Dat houdt in dat we binnen de gemeente Velzen proberen succesvolle verkiezingen te organiseren. Tweede Kamerverkiezingen. En wat komt er allemaal voor kijken om het goed te laten verlopen? Met corona is het een extreme logistieke operatie geworden. Vooral bemensing belangrijk. Veiligheidsmaatregelen in elk stembureau organiseren. Drukwerk, wat allemaal wat meer is. Dat zijn wel de belangrijkste dingen. Oké, en hoe veilig is het hier in Velzen-Noord? Ja, nou, het is heel veilig in Velzen-Noord, maar ook in de rest van de gemeente Velzen. Hoeveel stemlokalen hebben jullie? Dat is een beetje complex uit te leggen, maar vandaag zijn er 37 open, waarvan 5 bijzondere stembureaus. Maar maandag en dinsdag hebben we ook elke dag 6 stembureaus open. En daarnaast hebben we natuurlijk de briefstemmen die binnen zijn gekomen. Je hebt het over bijzondere stembureaus, wat is daar bijzonder aan? Bijzondere stembureaus, in dit geval houdt dat in dat er alleen de bewoners van de verzorgingstehuizen in een bepaalde periode daar kunnen stemmen. En dus niet toegankelijk is voor andere kiezers. Niels, je had het over veiligheid. Aan welke eisen moet voldaan worden? Nou, uiteraard hebben we de afstandsregels voor en binnen het stembureau. Daarnaast zitten de stembureauleden achter kuchschermen. Kiezers zijn verplicht hun handen te desinfecteren. Kiezers zijn verplicht een mondkapje te dragen. En de kuchschermen, et cetera, worden om een half uur, drie kwartier schoongemaakt door de stembureauleden. Zijn er nog problemen in de stemlokalen geweest tot nu toe? Nee, het loopt vooralsnog spoedig. Uiteraard hebben we altijd de gebruikelijke dingen waar twijfel is over of het stemrechtmatig is of niet. Maar het is elk jaar zo, dat wil ik niet wijten aan corona. Het is nu 11:30 in de ochtend. Heb je enig idee hoe de opkomst is? Nog niet in percentages. Misschien als ik nu terugkom naar het kantoor zou ik het wel kunnen weten. Maar ik heb wel het idee dat het iets rustiger is dan normaliter op zijn dag. Maar dat komt ook omdat er gisteren en eergisteren al briefstemmen zijn uitgebracht. Dus misschien is het in verhouding of qua percentage wel gelijk. Ilona, jij deed 3 stembiljetten. Dat is het betere werk, hè? Ja, dat klopt. Voor mijn dochter ook, ja. Oké, dat is wel belangrijk. Wat voor gevoel heeft dat om hier zo te stemmen in, ja, eigenlijk in het vrije land? Nou, u zegt het goed, het is een vrij land en dat is gewoon heel fijn. En gelukkig kunnen we stemmen. Oké, ja. En wie of wat heeft invloed op jouw stem gehad afgelopen? Vooral de afgelopen coronajaar heeft eigenlijk invloed gehad. Anders had het misschien nog lastiger geweest, maar ik heb nu echt een bewuste stem uitgedacht op degene waarvan ik denk dat die ons hieruit gaat trekken. Heeft het slotdebat gisteren nog invloed gehad op jouw stem? Nou, die heeft eigenlijk alleen mijn stem nog maar versterkt eigenlijk, ja. Martin Kabaat, jij bent vrijwilliger hier in dit stemlokaal. Nou, daar moet je wel erg gemotiveerd voor zijn om hier de hele dag te zitten. Of heb ik daar ongelijk in? Nee, stem is een groot goed. En ik help er graag aan mee om dat te kunnen doen. En zo'n dag is niet vervelend, want je begint 's morgens al om 6 uur op te staan. Dan ben je hier om 7 uur. Ja. En tot hoe laat gaat dat door? Om 9 uur sluit de bus. En dan gaan we met z'n allen gaan we tellen. En als we het goed gedaan hebben, dan zijn we in 1 keer klaar. En anders moeten we het nog een keertje overdoen. Daarna gaan we naar het stadhuis. Spulletjes inleveren. Dus dan is het vaak rond middernacht voordat we weer naar huis gaan. Dus het is een lange dag. Wout, jij hebt net gestemd. Klopt. Wat is je belangrijkste motivatie om te stemmen? Die staat naast me. Uiteindelijk gaat het om ook een beetje mijn toekomst natuurlijk nog, maar vooral belangrijk haar toekomst. Nou, dat is een hele goede motivatie. Dat is de belangrijkste. Ja, zeker. En heb je er een bepaald gevoel erbij om in een vrij land te mogen stemmen? Want het is elders natuurlijk nog wel eens anders. Ja, we gaan een beetje vanuit dat het gewoon standaard is, hè? Dat het heel normaal is. Maar ik denk dat je, als je de kans hebt en je mag en je hebt die vrijheid erom, dan moet je hem pakken.